Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Golden. Ik moest wel even denken, dat hadden jullie vast wel door. We gaan de Crossing Cup doen. Ik dacht altijd dat het de Leaf Cup was, maar het is de Crossing Cup vanwege Animal Crossing. Maar toen ik dit voor het eerst speelde, wist ik niet eens wat Animal Crossing was. Ik wist wel dat die lelijke poppetjes en die laatste baan in deze circuit, of deze, hoe noem je dat, Grand Prix, dat die van Animal Crossing was. Maar verder wist ik niet eens dat die de Crossing Cup heette. We gaan een Baby Park doen. Dit is altijd chaos. Als je slecht bent, kan je hier winnen. Als je goed bent, win je meestal niet. Omdat je dan door een of andere bullshit wel gehinderd wordt. Maar misschien dat ik deze keer wel kan winnen. Want ja, ik versta mezelf onder de groei. Dat bedoel ik. Probleem met dit vind ik dit dus, zeg maar. Iedereen, omdat iedereen altijd kort op elkaar zit. Stel, al sta je twee rondjes achter. Kan een ander hitten. Degene die de laatste staat, kan de nummer 1 ook hitten, zeg maar. Dat is echt heel kut. Maar verder, het is wel een classic, dus hij hoort er wel in, dat wel. Maar het is wel een pittige baan, zeg maar. Hij is natuurlijk wel van de beste Mario Kart, dus dat speelt. Hier haalt iemand maar in, ik denk van kut. Alleen dat is dus iemand die al een rondje achter liep, zeg maar. Ah, nou, toch gewonnen. Ik ben een blije jongen. Kabooming. Dit moet trouwens in Pina Park volgens mij voorstellen, dacht ik. Oh nee, het ziet er niet echt Pina Parkerig uit op de achtergrond. Hadden ze wel kunnen doen. Zonde. Wie weet was dat in de originele en Double Dash wel zo. Dat weet ik zo niet. Cheeseland. Kabooming. Oké, wel even nog. Bijna change op onze bakkers, maar dat is niet gebeurd, dus ik ben blij. Ik hou van kaas, dus waarom zou ik dan niet van Kaasland houden? Nou, misschien omdat het misschien niet zo heel veel met elkaar te maken hebben, behalve dat die kaas lang heeft. Helemaal fout. Gaat fout in de titel, kom op. Opeens werd ik gelanceerd op dat stukje. Ik heb een tijdje niks gezegd, excuus. Ik ben altijd bij Mario Kart altijd een beetje geconcentreerd. Dat is op zich wel logisch. Je moet natuurlijk ook geconcentreerd zijn in Mario Kart. Maar daardoor is dat misschien minder leuk voor de kijker. Maar jullie zien dan wel mijn eventuele skills. Of mijn paaltjes. Net op tijd gas losgelaten. Kom op. Nice. Oh, dik ook. Zie je dat? Mario was 2. Die stond zo ver achter me. Oké.
baantje nummer 3. Wat was baantje nummer 3 ook weer? Oh ja, Wild Wood. Ook wel een mooie baan. Aesthetics zijn echt mooi. Kut, ik drukte twee keer de verkeerde knop, dat was wel kut. Hele vette baan is dit. Echt goed gedesigned. Dit is ook een original, dat is wel nice. Goeie original dit. Zoals je ziet werken de jumps ook soms niet en dat is best wel vet. Want die boost is soms echt wel belangrijk om een beetje goed vooruit te komen. Gaat maar goed. Oh, we lopen wel een stuk voor op de rest, dus laten we dat volhouden, nog een rondje. Oké, nu hebben we alweer heel veel tijd moeten inleveren zodat we klein zijn geworden. En de jump die het niet doet. Very nice. Oh, yo, mijn coin werd gejat. Oh, ik word gebombardeerd vlak voor de finish. Oh, dit wordt een hele close call. Dit wordt een hele... Wauw. Oh, gelukkig. Anders werd ik echt een mad boy. En we willen geen mad boys hier. Oké. Okay. Laatste ronde, de Animal Crossing baan. En welk seizoen zou het zijn? Zomer, herfst, winter of liente? Dit is de lente? Oh nee, herfst. Nee, dit is de herfst. Aan de kleuren van de bomen te zien is dit duidelijk de herfstbaan. Oh, dit gaat niet goed. Ik miste twee keer. Drie keer, broer. Nou, Koopa, kom terug. Laat me jou killen, vuile Koopa beest. Nu ik een keer Animal Crossing heb gespeeld, zeg maar, dan zijn de referenties ook echt wel duidelijk. Zo, die orange die gaf me veel boost. Kijk, dat was ronde nummer 2. Oh. Hij deed geen jumps. Kom op, maak me weer groot.
Kaboom! Volgens mij hebben we 3 sterren te pakken, als ik me niet vergis. Kabooming! Kijk, daar houden we van zo'n 3 staring. De Crossing Cup is uitgespeeld. We hebben weer een gouden beker erbij. En dat betekent dat we op de helft van de originele banen zitten. Tenminste, de originele banen voor de deluxe versie. En er komen nog net zoveel banen in als dat er nu al zijn. Dus we zijn op 1/4 van alle banen als deze serie straks is afgelopen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog als je heel graag bij een volgende aflevering van Mario Kart 8 Deluxe 150cc Gold Run. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.